Hey kijkers van Power Marvel, tof dat jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video zijn we weer terug met de Sims. En ja, zoals jullie zien, zien jullie mijn zusje Jasmine. En ja, in de aflevering daarvoor hebben we nog tijd gemaakt. Twee super toffe afleveringen. En ja, wie gaan we vandaag maken? Trouwens, jullie hebben het al aan de titel gezien. We gaan vandaag mijn vader maken. En mijn vader is inderdaad een... Oh my... Een goede gast. Oh... Hey. Oké, gewoon even 3, 2, 1. Hallo kijkers van Power Marvel. Tot als jullie weer kijken naar deze gloednieuwe video. In deze video zijn we weer terug met de Sims. En ja, vandaag gaan we mijn vader maken. En ja, jongens en meisjes, hier zien jullie mij. En ja, mijn mooie outfit hier. Ik ga er wel een beetje trots op. Kijk, gaan we draaien. Wauw, wat ben ik toch mooi. Nou, in ieder geval, ja, deze aflevering draait niet om mij. En die draait ook niet om mijn zusje Jasmine. Kijk, Jasmine ziet er ook leuk uit hoor. Laat allemaal een like achter als jullie Jasmine er ook leuk uit vinden zien. En dan gaan we in deze aflevering gewoon mijn vader maken. Nou, ja, mijn vader ziet er niet zo uit. Maar, nou, ja, hoe heet mijn vader? Mijn vader heet Corné. En zijn achternaam is Power Marvel. Ja, iedereen, we zijn de familie van Power Marvel. En ja. Hoe is mijn vader? Nou ja, mijn vader is best wel zakelijk, eigen bedrijfje en zo. Dus ja, enorm rijk, ja. Nee, ik denk dat hij wel echt gaat voor het geld ondernemen. Daar is hij best goed in. En ja, dan gaan we ook even ondernemingsvaardigheden enorm toevoegen. Hij is dan creatief en zelfverzekerd. Want ja, dat zijn wel twee grote eigenschappen van in eigen bedrijf hebben. En ja. In ieder geval, dat vind ik. En ja, hij is heel erg kinderachtig. Oh my god. Nee, hij is niet kinderachtig. Nee, dat is moeilijk. En het is best wel een goed aardig persoon. Dus ja. Drie hele mooie eigenschappen, vind ik zelf. En ja, welke eigenschappen had ik? Komen de dingen overeen met mijn vader en mij? Hebben we precies dezelfde eigenschappen? Oh, dat vind ik leuk. En mijn zusje? Kijk, ja, alle eigenschappen komen toch een beetje op elkaar overheen. Dus ja, we zijn eigenlijk best wel een goede familie. Nou, ja, dan gaan we nu even beginnen met zijn kop. Nou, ja, gaan we even kijken naar mijn vader, zijn hoofd. Hoe ziet hij er ook alweer uit? Volgens mij zie je allemaal een beetje dikker. We zijn, oké, okay, ja, we gaan gewoon beginnen met het gezicht. Nou, ja, het gezicht. Tja. Nou, hij is wat ouder en dan wordt de huid een beetje grijzig. Maar speciaal voor jullie krijgt hij gewoon weer dezelfde kleur als mij en haar. Wow. Wauw. Ja, ik bedoel, net als mij en Jasmine. Nou, we zetten hem even iets rechter ervoor. En ja, mijn vader heeft geen bruine ogen, maar die heeft blauwe ogen. Kijk. Oeh, zijn wenkbrauw, daar heb ik eigenlijk nooit echt op gelet. Eens even kijken, ze hebben het altijd over zijn neus, die een beetje krom staat, want daar hadden ze sinaasappel tegen gegooid. Maar ja, we gaan even naar de wenkbrauwen en zijn wenkbrauwen. Ik zou het eigenlijk niet weten. We doen gewoon deze wenkbrauwen. Hoe heeft mijn vader zijn haar? Mijn vader heeft zijn haar best wel kort en heeft zijn haar precies zo zitten. Nee joh. Nee. Hij heeft zijn haar best wel kort meestal, dus ik denk dat zijn haar in kort valt. Zoiets. Nee, dit is alweer te lang. Hij is niet kaal. Nee. Normaal. Nee, ik denk dat het net onder normaal valt dan. Trouwens, mijn haar is langer dan dat van hem. Volgens dik. Volgens mij is het... Nee, hij heeft niet van die toppeltje. Hij heeft een beetje krullen erin, maar ja, die krullen die heb je niet echt zo in de Sims. Nou, dan hebben we pakken weer dit haar. Maar ja, dit haar vind ik eigenlijk best lelijk. En ja, het lijkt er eigenlijk totaal niet op. En ja, nee, dit maakt het nog lelijker. Het perfecte haar hebben we niet. Dus ja, dat is wel een beetje jammer. Even kijken, er zit haar haar echt niet tussen, misschien dit. Dan moeten we wel snel gaan voor dit, maar zo'n erge krullenbol is het ook weer niet.
Maar ja, er zit wel een beetje krul in en ja, het ziet er niet zo uit. Het zwart ziet er echt helemaal raar uit. Dus ja, laten we maar zo. In ieder geval, wauw, ik vind het echt mooi. Nou, hoe is zijn baard, et cetera? Nou, ja, hij houdt wel bij, dus ja. Maar zo ziet hij best wel cute uit met zo'n jongetje. Trouwens, heb ik zijn leeftijd al ingesteld? Nou ja, dat heb ik nog niet gedaan. Hij is een volwassen man. Kijk, met zijn koffertje. Ja, gelijk ziet hij een stuk ouder uit. En zijn kop ziet er. Oh my god, wat hoofd. Mr. Glorb. Ja, zoiets. Mrs. Warbo. Wauw, die stem. Echt geweldig. Maar ja, zo ziet hij best wel kaal uit. De laatste tijd draagt hij op zijn werk best wel vaak een bril volgens mij. Met make-up. Nee, we laten hem gewoon zo. Ik vind hem wel goed. Is maar, oké, okay, dan gaan we even over de breedte. Hij is iets breder, denk ik. Zoiets. Hij is niet zo heel erg dik, maar hij heeft ook best wel, ja. Maar eigenlijk is spiermassa een beetje hetzelfde. Nou, ja, nu moet ik even dingetjes gaan vergelijken naar zijn outfit. Dus ja, dan zie ik dit mijn vader dragen. Trouwens, mijn vader heeft best wel vaak een blouse aan. Maar ja, hier heb ik geen blouse van. Hoezo geen blouse? Nee, ja, uit mijn stropdas. Nee, dit zie ik ook niet echt voor me. Dit is nog moeilijker dan dat je denkt. En ik kom alweer gelijk zo dik over. Maar dat is die niet. Nee, die kleding van de Sims is echt lelijk, maar ja. Trouwens, ik ga hem ook gewoon een trui aantrekken. Volgens mij heeft hij ook wel trui. En dan pakken we gewoon dit t-shirtje en dan een licht trui. Oh, of beginnen nou op mij te lijken. Oh my god. Ja, ik donker grijs, hij licht grijs. Nou, het lijkt allemaal een beetje op elkaar. En mijn vader heeft natuurlijk ook altijd spijkerbroek aan. Dus ja, dan komen we eigenlijk al gelijk uit op dit. En dit is geen spijkerbroek, Martijn. Nou ja, dan geven we hem gewoon deze broek. En ja, dan één tintje donkerder. Dit is lichter. Ja, nee, begint er al meer op te lijken. Nou, hij lijkt totaal niet op mijn vader, maar ja. Nou, als je die twee foto's gaat vergelijken, komen er misschien kleine eigenschapjes overheen. Die armen zijn iets breder. Iets. Ja, zo. Zijn benen zijn iets smaller. En ja, dit ziet er allemaal goed uit. Een mooi buikje, mooi. Ah, ik ben gewoon tevreden. Alleen zijn schoenen nog volgens mij. Nou, dan gaan we even kijken. Nou, dan gaan we even kijken. Dan zijn we bij zijn schoenen gebleven en hij, ja. Wat voor schoenen hebt hij eigenlijk? Ja, hij heeft best wel serieuze schoenen. Ja. Nee, ik heb echt met deze schoenen. Ik pak veel dezelfde dingetjes. Nee, deze schoenen heeft mijn opa aan. Wauw. Dit heb je ook niet. Ja, hij heeft eigenlijk best wel gewoon normale schoenen. Zoiets dan. Tja, sorry, ja, ik heb toch maar voor deze schoenen. Op zakelijk gebied, als je naar de beurs gaat, dan heb je wel een pak aan, maar ja, dan werkt het gewoon. Dat is niks aan. Wat is dit nou weer voor jongen? Wauw, in welke tijd leven we? Dit is toch mooi? Nee. We moeten wel gewoon serieus blijven. Nou, gewoon netjes gekleed. We kleden hem gewoon netjes aan. Zo. Ik vind de kleur van de schoenen niet mooi, dus ik denk dat ik ze zwart of grijs maak. Grijs is denk ik mooi. Ja. Nou, eens even kijken. Sporty. Sport mijn vader. Ja, mijn vader gaat zwemmen, maar ja, echte sporttraining heb je ook niet iets. Trouwens, hij fietst. Dus dan moeten we echt zo'n sportpakje aantrekken. Wauw. Wow, mijn vader is gangster. Gang, gang.
Nee, ik moet gewoon even feedbacken. Nou, oké, ja, dan zijn we bij de sport gebleven. En ja, dan... Oh my god. Nou, ja, nou, ik heb een hekel aan joggingsbroeken, maar ja. In ieder geval geef ik hem toch een joggingsbroek aan, hoor. En wat voor t-shirt? Eentonig, dus ik zou ook gewoon voor zorgen. Zoiets. Nou papa, dit zijn jouw sportkleren. Hoe slaapt mijn vader? Mijn vader slaapt zeker met deze mooie sokken. Oh. Schoentjes uit. Maar waar zijn sokken? Sokken, die sokken zijn echt geniaal. Oh. Hoe krijg je die sokken uit? Waar zijn sokken? Nee, die sokken krijg je niet uit. Ik weet niet waar die sokken staan. Oké, papa, ik ga jou uitkleden. Nee. Tops. Nou, ja, dan geef je weer maar. Nee, we moeten jou uitkleden. Nee, dat klinkt best wel verkeerd. Ja, mijn vader staat niet echt met sokken aan. Maar ik denk dat we toch maar met de sokken aanhouden. Aangezien ik niet weet hoe die dingen uit moeten. In zo'n hoek ben ik gewoon. Even kijken, kort. Die sokken moeten uit schoenen. Schoenen. Ik weet niet, misschien valt het wel hier onder accessoires. Kijk. Bij een feestje zit hij best. Trouwens, dat is wel een mooie trui, vind ik zelf. Maar alleen die broek zou ik een tint donkerder maken. Een tint, zeg ik. Maar ja, dat komt wel vrij snel op de grijze. Trouwens, de zomergisteren ook, maar dan zou ik die schoenen wel weer. En die schoenen zijn hier zo wit. Grijze schoenen? Ja, juist! Je begint op een echte man te lijken, meneertje Coné. En ja, dat is een zwembroek. Oeh. Ja. En dat is moeilijk. we moeten echt naar zijn zwembroek gaan. Is dit een zwembroek? Nee, dit is een onderbroek. Dit is... Balklijper! Gang. Nee. Volgens mij heeft hij zo'n zwembroekje normaal. Maar op vakantie heeft hij deze in het blauw. Maar ja, we pakken deze hier gewoon zwart. Ja, juist. Nou, in ieder geval, vandaag hebben we hem vader gemaakt. En ja, nou, ja, we hebben nu drie personen. En ja, we missen nog één iemand. En dat is mijn moeder. En dan zien jullie in de volgende Sims-video. Nou, dus ik wil jullie alweer bedanken voor het kijken naar deze aflevering. En dan zeg ik tot de volgende aflevering. En dan zeg ik zoals altijd, later. Thank you.